komt ook Sioletta D naar voren. Sioletta D vanuit de start van het kopgroepje komt hij uit op plaats 5. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Die winnen OEMC. Automatic Frisia. Op de vierde plaats inmiddels gaat Sioletta D. En door het derde spoor probeert hij nog verder naar voren te komen. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Velduel om de leiding in dit moment. En aan de buitenzijde ligt voordeel voor Automatic Frisia. Automatic Frisia, die winnen OEMC. En derde ligt inmiddels Sioletta D. Zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En Sioletta D komt steeds dichterbij. Automatic Frisia, de nieuwe leider. Bivino EMC zakt terug. En helemaal aan de buitenzijde komt nu Sioletta D. Automatic Frisia, Sioletta D. Haalt hij dat aan de buitenzijde? Wat een paard! Wat een paard! Hij wint hem! Sioletta D. Zomaar! Helemaal alleen, Sioletta D voor Automatic Frisia en Bivino EMC. Dennis Minema wees op het paard. Hij zegt, ik heb er niks aan gedaan. Ze deed alles zelf. En daar komt hij inmiddels aan. Dan gaan we zo horen of het officieel is. Maar wat was dit een prestatie van Sioletta D? Uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden Sioletta D. Zelden zo'n demonstratie gezien. Helemaal vanaf de start van het veld alles voorbij. Wint in 1.23.9 met Dennis Minema. 1.23.9, maar vooral die laatste ronde maakte indruk. Ging het halve veld nog voorbij in die laatste ronde. Sioletta D kwam dit jaar op de grasbanen in Nederland hier 10 keer uit. En won daarvan 8 keer. Is met kop en schouders het beste grasbaanpaard van Nederland. Want Dennis, prachtig ritme deze Sioletta D. Maar wat is het een fantastisch grasbaanpaard en wat kan ze zo'n laatste ronde hardlopen? Ja, karakter, hè. Ze hebben echt zo'n fenomenaal karakter. Ze doet alles zelf. Ik hoef er niks aan te doen eigenlijk. Dus je had eigenlijk een heel eenvoudig rietje? Ja, toen ze op kop zo gingen jagen, was voor mij alleen maar het voordeel. Ik moet gewoon op gang komen en daarna doet ze alles zelf wel. Dus komt altijd goed. Maar ze liet zich eerder dit jaar vooral in koersen lekker opdrukken, zei Bas toen hij reed. Nu moet je dat koers dan moet je van achter komen. Dan wordt ze niet opgedrukt. Maar dan kan ze toch meekomen. Ja, zeker. En als die andere paarden rijden zo hard in het begin, die vallen allemaal stil. En ja, deze valt niet stil, dus deze loopt dan nog het hardst van allemaal. Dan maken we nog gauw een foto. Want Sioletta D wint hier de gemeente Leekprijs. Wat denk u dat Sioletta D inmiddels een 9-jarige Vos Merrie is van Freiherr As uit Keystone Selection. Gefokt door meneer Van Voorst. Inmiddels eigendom van Hibia BV en getraind door Bas Krebels en gereden door Dennis Minema. Dames en heren, groots applaus. Wat was dit een prestatie van Sioletta D en Dennis Minema in de gemeente Leekprijs. Geeft u een applaus, dames en heren. De beste draaf op gras met Dennis Minema, Sioletta D. Komen de baan op. Start gevallen. Een start die in één keer goed gaat. Dat was weer even wennen, maar het kan dus wel degelijk. En na de start wordt de leiding genomen door Denise Pennekamp. Galoppade in de bocht van het paard van Dickie Hof, Boteun Lion. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. Boteun Lion is iets achterop geraakt en Denise Pennekamp die leidt de dans met Axel Cartouche. Komt als eerste de rechte lijn voor de tribune in, maar die leidende positie raakt ze kwijt. Daarachter wordt ook nog gesprongen door een van de deelnemers. Dat was het paard van Rick Wester die daar van de benen ging, Bivino EMC. De leiding is inmiddels in handen van Andrea Zwageman. Andrea Zwageman, Axel Cartouche. Daarachter volgt Nicole Hendricks met Angie Meadow. En achter Angie Meadow komt nu Bivino EMC weer naar voren. Ook die wil graag de leiding hebben en die gaat zo hard. Ondanks die galoppade gaat hij straks de leiding overnemen. Komt in een flits naast Andrea Zwageman. Die gaat wel meerijden aan de binnenkant en zo gaan ze met z'n tweeën weglopen bij de rest. Andrea Zwageman wil de kop niet kwijt. Bivino EMC gaat er nu achterin parkeren. Daarachter volgt Axel Cartouche. En op de vierde plaats Angie Meadow. Dan een tijdje niks, dan Zoon van Minne. En achter Zoon van Minne volgt Automatic Frisia. Waar ligt dan Sioletta D, hoor ik u vragen. Kijk eens even door de bomen heen. Door de bomen het bos niet meer zien, dat krijgt hier een hele andere dimensie. Maar hij ligt inmiddels in de staart van de kopgroep. Ligt er bijna bij aan. Hij ligt op een 6e plaats op dit moment. En zo gaan de paarden voor de tribune langs. 2 ronden te gaan nog. Andrea Zwageman, Bivino EMC is er weer achter vandaan. Tempo lag te laag. Daarachter volgt op plaats 3 nog altijd Axel Cartouche. 4e plaats Angie Meadow. 5e plaats daarachter. Begint nu ook weer aan te sluiten Zoon van Minne. Daarachter Automatic Frisia. Dan volgt Sioletta D. En daarachter Boteun Lion. Die wat moeite heeft met die
die bocht. En daarachter volgt nog één deelnemer. En die heeft nog veel meer moeite. Maar dan vooral met het tempo. Jong Mr. Mo. Paarden weer in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Andreas Zwageman aan kop. Daarachter Biwino EMC. Daarachter aan de relingzijde Axel Cartouche. Zo gaat er de bocht weer in. Daarachter volgt dan de rest van het veld. En Zioletta D nog altijd op plaats 7. Twee lengte achter de kopgroep. Moet nog een hele hoop doen. Want als ze straks de finish passeren, hebben ze nog maar één volledige ronde te gaan. Wacht hem dus nog een hele klus, Zioletta D. De paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Tempo gaat nog een keer omhoog. Andreas Zwageman staat onder druk en wordt nu gepasseerd. Aan de buitenzijde Biwino EMC is er voorbij. Biwino EMC de nieuwe leider. Aan de buitenzijde komt Automatic Frisia. Die moet door het derde spoor, want Zoon van Min is naar het tweede spoor gegaan. En nu komt ook Zioletta D naar voren. Zioletta D vanuit de staart van het kopgroepje komt hij uit op plaats 5. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Biwino EMC, Automatic Frisia. Op de vierde plaats inmiddels gaat Zioletta AD. En door het derde spoor probeert hij nog verder naar voren te komen. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Velduel om de leiding in dit moment. En aan de buitenzijde ligt voordeel voor Automatic Frisia. Automatic Frisia, Biwino EMC. En derde ligt inmiddels Zioletta AD. Zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En Zioletta D komt steeds dichterbij. Automatic Frisia de nieuwe leider. Biwino EMC zakt terug. En helemaal aan de buitenzijde komt nu Zioletta D. Automatic Frisia, Zioletta D. Haalt hij dat aan de buitenzijde? Wat een paard, wat een paard. Hij wint hem, Zioletta D. Zomaar. Helemaal alleen, Zioletta D voor Automatic Frisia en Biwino EMC. Dennis Minema wees op het paard. Hij zegt, ik heb er niks aan gedaan. Ze deed alles zelf.